Hallo mensen, buiten is een nieuwe video van Weekend met Renko. En waarom vanmiddag een video kwam, dat hoor je allemaal na de intro. Yeah. Ja mensen, welkom bij een nieuwe video van Weekend met Remco. En vandaag is er welkom. Gisteren hebben we een video gemaakt van Weekend met Remco aflevering 14 was dat ofzo. Ik kijk even op mijn mobiel, dus zie me. En kap hem. Lang, hè? Wie kan de ruimte aflevering 14? En mensen denken nu van, waarom heb je gisteren Minecraft gedaan? Nou, ik was gisteren met iemand aan het praten via Skype. En die hebben we ook opgenomen. Dat is hij graag, dus... en toen hebben we het toch maar gedaan. Dat vond ik wel leuk. En nu heb ik hem even verwijderd uit Skype, want hij ging de hele tijd bellen, maar ik zei, nee, nu niet. Oké, okay, heel irritant. En waarom vandaag geen video kwam, is omdat omdat mijn Minecraft een beetje op traag liep en deze XSplit programma, die deed heel apart. Ik ging de hele tijd proberen opnemen, maar hij ging heel dat surren. Mag ik bellen? En ging hij bellen. En dan werd ik gek. En dan heb ik me verwijderd uit het contact. Via Skype. Dus, als je dit kijkt, ik vind het heel flauw. Oké. En, wat er vandaag nog komt, dat kan ik wel zien voor jullie. Als het lukt met deze... Met Remco Fit en Wiekum Remco, dus ik weet het eigenlijk niet, doen nog niet. Wiekum Remco eigenlijk. Over 2 weken is het grappige video met Remco. Om de 2 weken om zaterdag 5 uur. Terug in thuis, Game and Remco. Om de 2 weken. Terug in thuis bij Game and Remco. Om de 2 weken om 5 uur op zondag. Weekend met Remco, dat is voor mij altijd zo. Weekends natuurlijk. Wat fijn. Kijken. Ja, het is stil. Ik kan jullie wel een mop vertellen, maar die hoeven jullie niet te raden. Dat had ik de volgende keer verteld. Maar, moppenboekje. En wat ik ga vertellen is, er zitten 2 onderbroeken in de was. Zet de ene onderbroek tegen de andere onderbroek. Heb jij ook zin in vakantie? Zet de ene onderbroek tegen de andere onderbroek. Nee, ik ben dan bruin genoeg. Echt. Vader, ik ben bijna even knap als de meeste sowieso. Ja, want we weten allebei bijna evenveel niet. Oké, wat een domme mol. En de vrijheid is ook weer bijna. En ik kan jullie wel even een foto laten zien, want ik heb wat gemaakt op de Crea.
in Dronecraft. En heb ik gisteren laten zien een video van Gamer Dramco. Van Weekend Dramco voor gisteren. En nou even kijken. En nou even niet zo of het er even lang duurt. Even zoeken naar alle mensen, als jullie het gedeeld hebben natuurlijk. Zie. Kijk, het is nou even laat. Ta-ta-ta-ta. Kijk, als jullie nu zien, maak ik dit in Minecraft. Heb ik een poort gemaakt en dan binnenin, daar bij die ding zo, daar komt een kassa, maar niet een kassière, als een NPC en zo. Maar hier zijn dan van die skeletten over, hier staat een boom die alleen nog nooit staat eigenlijk. En hier staat nog een poort en daar staat daarachter de monorail, als de meeste mensen dat nog niet wisten. En ik kan nog een foto laten zien van de Walibi Fortnite. En ja, het is niet schokwekkend, dus ja. Kijk, dit zijn de Halloween huizen. Dit is, we moeten even wat zo doen, hup. En deze ook even zo, hup. Zo. En dit zijn de Halloween huizen, als het nu in de beeld staat. En hier zitten Jeffrey Mensen. Daar achterin zit de Visa Shock. Hier is de Hesse Holidays. Ik denk rechts of links van jullie. Dat is de villa. En Hesse Holidays spookhuis. Ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen. Holidays betekent eigenlijk vakantie. Het gaat over vakantie en over kerst en rotzooi. Het is nou even wat groter door die plaatje zo. En ja, en daar links van ons, daar zit Jeffrey Mensen, of rest. Jeffrey Mensen, dat is een spookhuis met allemaal geesten in het huis. En ja, dat is ook een best wel eng spookhuis. Want eerst gaat een man vertellen over de spookhuis. En dan kom je naar binnen en dan komen over die geesten. De villa, dat zit achterin bij de Playland. Daar zit de villa. Villa hoor je al, het is een villa en het is een hotel ingericht. Zo moet je het eigenlijk voorstellen. Maar zie je daar. En daar bovenin de pizza shop en die zit achter Robin Hood, dat is ook een spookhuis. En dat gaat allemaal over die ziekenhuis en tandarts en rotzooi en dokters en dat is best wel scary. Dus ik zou het heel knap vinden als je naar daarheen gaat, want het is op 8 oktober tot en met. Kijk, 8 oktober tot en met. Kijken. Ja, daarachterin zit de Tobias Stuk en ik wil graag weten waar al deze spoken zit. De villa weet ik wat, dat zit achterin daar bij de Playland. Ik denk dat Walibi Playland achter de Donut Factory, zo noemt het dat eigenlijk. Daar zit de villa, gewoon een zijkantje en dan zit daar de villa. En Jeffrey Mensen zit achter bij de kamp zit en zit ook achter de Ross Crafty, daar zit Jeffrey Mensen. En de Pizza Shock, ik bedoel de Pizza Shock, dat zit achter de Robin Hood en dat is ook vaak bij de. Ga je richting de Robin Hood en dan. Wat is scary, en dan kom je tegen van Robin Hood en dan ga je rechtdoor en dan ga je de bocht om en dan moet je het hele pad aflopen, ik denk wel 2 kilometer of zo, 5 kilometer, denk ik. De Hesse Holidays spookhuis, dat zit bij El Rio Grande en dat is een spookhuis dat ik al verteld had.
En dat zit als je richting de El Rio Canto gaat en de brug over daar. En daar helemaal achterin, daar bij een rondje, zo'n boom in het midden. Daar zit de Hertogolid in het spookhuis. Gewoon in de ingang van El Rio Grande, of niet? Weet ik niet. Ik zou er niet heen durven als ik jou was. Want ja, ik ben nog 15, dus het is 16 plus. Dus ja, je mag er wel heen, maar dan moet je wel ouders meenemen. Maar dan mag je niet alle spookhuizen in, want dat is ja, dat regel de basis van Walibi. Nee, natuurlijk heb je Eddie de Clowns, natuurlijk die man. Jakkes. Ik laat jullie daar ook wel eens een foto van zien. Als jullie dat durven. Ja. Oké. Okay. Ik was zo zitten. Nou, mensen, dit was de video. Ik vond het leuk. Laat een duim achter. Hier staat nog de e-mailadres. Kijken als ik even de foto's even zo ga doen. En die zo. En die zo. Kijken dan. Precies. Zo. En hier staat de e-mailadres. En tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van. En hieronder staat nog de Twitter-account. Het vlogkanaal. En andere video's. Andere weetjes. En tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van. Weekend met Remco. Doei!